In deze uitzending van Dommel Sportland hebben we afwisselend beelden van JRC Dux en een interview met Sander Heesakkers uit Lennersheuvel, profvoetballer bij PSV. Remco, lid van JRC Dux, honk en softbal. Ja. Jij bent actief in het bestuur of wat doe je eigenlijk bij de club nog? Ik doe op het moment best wel veel. Ik ben trainer en ik doe ook voor het bestuur het een en ander. Het secretariaat staat momenteel op mijn naam. Dus dat probeer ik altijd hier te doen. En voor de rest ben ik hier eigenlijk heel vaak te vinden. Dus altijd wel inzetbaar voor allerlei klusjes. Net als heel veel mensen overigens. Ik ben absoluut niet de enige. Maar je bent ook actief, want ik zie dat je al vies bent van de training net. Ja, ik speel zelf ook heel erg graag, want natuurlijk waar we het hier allemaal voor doen is voor het honkballen. En natuurlijk vind ik dat zelf ook het mooiste wat er is, dus ik doe altijd graag mee. Het liefst 2 keer in de week, maar dat wil niet altijd lukken. Maar ik ben er wel toch wel 4 dagen in de week hier op het veld te vinden. Ja. Jullie zijn een vereniging voor honk en softbal. We hebben net denk ik naar de training van het honkbal gekeken. Ja. Kun jij mij aangeven wat het verschil is? Nou, het lijkt natuurlijk allebei heel veel op elkaar. Hè. De grootste verschillen kun je vinden in de grootte van de bal. Een softbal is wat groter dan een honkbal. En de afstanden tussen de honken zijn wat kleiner. Maar vaak wordt onderschat dat softbal wordt gedacht dat een iets langzamer spelletje is, terwijl het eigenlijk net andersom is. Het softbal is doordat de afstanden korter zijn, gaat het allemaal net even wat sneller. Maar je kunt softbal juist ook wel op een heel erg recreatieve manier spelen en daarom wordt dat heel veel gedaan op scholen. Omdat het iets toegankelijker is dan honkbal, zeg maar. Betekent dat het voornamelijk voor de jeugd is? Nee. Wat wel vaak gezien wordt is dat er een bepaalde scheiding is tussen jongens en meisjes. Jongens doen over het algemeen honkbal en meisjes over het algemeen softbal. We hebben 1 damesteam. Dat speelt echt een seniorencompetitie. En we hebben sinds vorig jaar, eigenlijk sinds dit seizoen, hebben we ook een meiden softbalteam. En dat hebben we heel lang niet gehad. Wel heel veel leden aan de honkbalkant, maar wat minder leden aan de softbalkant. En dat is wel heel erg jammer. Maar nu begint dat van onderuit weer te groeien. En we hopen dat dat doorzet, zodat het softbal hier ook echt weer op de kaart gezet kan worden. Jullie zijn reclame aan het maken om leden bij te krijgen. En met name ook meisjes zag ik net hier op het plakkaat. Ja, op de poster hebben we dat nog de poster hangen van de wervingsactie voor de dames eigenlijk. Hè, voor de jonge meiden die graag willen softballen. En dat heeft aangeslagen. We hebben dus sinds dit jaar dus een team in de competitie. Meisjes softbal. En we hopen natuurlijk wel dat het uitbreidt en dat we, net als bij het honkbal, dan hebben we eigenlijk in iedere leeftijdscategorie bij het honkbal een team. En dat willen we bij het softbal ook hebben. Dus nu hebben we zeg maar bij het softbal 1 team met wat oudere dames en een jonger team met meiden. Tot een jaar of 14 geloof ik. Okay. Voor de jeugd is het natuurlijk heel erg leuk om met andere kinderen van je leeftijd zeg maar een sport te beoefenen en honkbal brengt je echt dicht bij elkaar. Het heeft een veel vriendelijker karakter dan andere sporten. Het is namelijk geen contactsport zoals heel veel andere teamsporten wel zijn. Dus wat dat betreft is het heel vriendelijk en wij organiseren als vereniging ook een hele hoop activiteiten voor de jeugd. Waardoor je toch niet alleen met softballen hier hoeft te komen, maar er zijn ook genoeg andere dingen te doen. Filmavonden, een keer een gezellige barbecue. Van alles wordt er gedaan en er wordt er een springkussen en alles bijgehaald. Dat vinden kinderen allemaal hartstikke geweldig. Dus dat voor de jeugd en voor de ouderen is het natuurlijk ook altijd hartstikke gezellig. Plus wij spelen eigenlijk altijd met mooi weer. Dus als het goed weer is, dan gaan wij honkballen en softballen. En dat zie je bij andere sporten. Moet je toch wel eens in de regen lopen en in de winter. Dat doen wij niet zo graag. Bij het honkbal hebben we 1 team dat echt prestatie speelt. En dat speelt in de tweede klasse op het moment. Dat is best een aardig niveau. Dat wordt ook echt fanatiek gespeeld. Altijd spelen totdat er een winnaar is. Geen gelijk spel. En bij het softbal hebben we het eerste team in de derde klasse spelen. Naast mij zit Sander Heesakkers. Sinds kort profvoetballer bij PSV. Een hele carrière is dat al gemaakt.
Welkom Sander. Dankjewel. En dan als bokserse prominent willen wij graag eens met jou praten over jouw voetbalcarrière. Hoe is het zo begonnen? Als kleine jongen? Ja, ik heb eigenlijk van jongs af aan al wel gevoetbald. Op de basisschool was ik wel een van de laatste jongens die begon met voetballen. Dus dat is op zich wel grappig. De rest van mijn klasgenoten waren allemaal aan het voetballen. Meestal bij LSV en enkele bij ODC. Toen moesten ze een keer op een woensdagmiddag gaan trainen. Toen zou ik eigenlijk bij RKSV Bokstel, bij de club waar mijn vader ook lang heeft gespeeld, gaan trainen. Maar door het weer was die training afgelast. En die was volgens mij rond een uur of drie. En bij LSV trainen ze diezelfde dag wel om 6 uur. Dus ja, zodoende ben ik daar wel toen gaan trainen en ben ik eigenlijk daarna gebleven. Heb ik 2 jaar gespeeld in de A'tjes. 1 jaar in de F en 1 jaar in de E nog. En toen ben ik ook gescout voor PSV. Toen heb ik op 4 zondagen lang een soort stage afgewerkt en daar meegetraind op zondagmorgen. En dan, hoe gaat dat dan scouten? Komt dan iemand van PSV kijken? Dat was toen bij ODC al? Nee, bij LSV nog. Bij LSV al? Ja, dus toen was ik denk ik 1 jaar of 8. Toen heeft Martin Pennings ook hier uit Boksel mij gescout. Ja, toen mocht ik daar dus mee trainen, maar toen was ik nog net afgevallen. Toen hebben ze me wel geadviseerd om naar een grotere club te gaan. Dat ze dachten dat het beter voor mijn ontwikkeling zou zijn. En toen, dat werd ODC? Ja, toen ben ik naar ODC gegaan. Ja, dus voor sommige mensen misschien een beetje raar omdat mijn vader dan 18 jaar in het eerst van Bokstel heeft gespeeld. Maar hij had er zelf ook mee voor gekozen omdat hij ook vond dat bij ODC toen dat tijd de jeugd wel beter geregeld was en dacht dat dat beter voor mij zou zijn. Ja, ik heb dat gehoord, maar jullie zijn een echte bokfamilie en dan moet dat toch wel wat teweeg gebracht hebben bij jullie thuis en bij jouw vader naar de concurrent ODC te gaan. Ja, klopt wel, maar ik koos toch vooral voor mezelf. Dus uiteindelijk heeft het denk ik wel goed uitgepakt. En hoe reageerde jouw vader daar uiteindelijk op dan? Hij had er zelf niet zoveel veel problemen mee. In ieder geval heeft hij nooit laten blijken. Dus ik weet niet of hij het jammer vond of niet. Maar het is niet alleen jouw vader, ook jouw hele familie waren bokmensen. Ja, klopt. Maar ik heb toch mijn eigen keuze gemaakt. Ja. Maar dan ga je al heel jong worden gescout. Je zegt net Martin Pennings, maar goed, dan kom je bij PSV terecht. En dan? Wat gebeurt daar dan? Komt daar binnen, dan ben je nog heel jong. Het is toch spannend. PSV is toch de grote club uit Brabant en hier in de buurt. Ja, het is wel speciaal als je dan voor de eerste keer zo'n tenue aan mag trekken. En, dan ga je, als je jong bent, vooral laten ze je dan partijen spelen. Dan zien ze toch wel al snel genoeg welke jongens wel en welke jongens net niet goed genoeg zijn. Dan laten ze meestal de goede nog een keer terugkomen. En dan kiezen ze vaak voor de eetjes of nieuwe D-jongens of uit. Maar dan moet je wel heel veel trainen, daar moet je dan veel voor over hebben. Klopt. Toen ik bij PSV ben gekomen, dat was in de D, toen was ik denk ik 11 of 12. Toen moest ik meteen al 4 keer gaan trainen. En dat is toch wel... 's avonds? Ja, dat was toen volgens mij rond 5:45. En dan meteen uit school daarheen. Snel eten, dan trainen en dan weer best laat thuis. Wel voor school zat je? Ik zat eerst op de Sint-Regia school tot en met groep 6. Daarna ben ik naar de Angela school gegaan. Oh ja, een hele bekende school voor mij. En, maar daarna ben je nog verder gaan leren? Daarna ben ik, toen ik vast bij PSV ben gekomen in 2007 in de D1. Ja, dat was hetzelfde jaar als ik naar de middelbare school moest. Toen ben ik naar het Pleincollege St. George gegaan in Eindhoven. Daar heb ik 6 jaar lang het VWO gedaan en ben ook afgelopen mei dan geslaagd. Maar die schoolkeuze was eigenlijk geen echte keuze, want iedereen van PSV die HAVO en VWO doet, die gaat automatisch naar die school vanwege het vervoer. Dat is gewoon het handigste. Maar voor jouw ouders natuurlijk ook een hele opgave, want
Ging je daar zelf naartoe of moest je iedere keer gebracht en gehaald worden? Ja, bij PSV is het gelukkig wel goed geregeld met vervoer, want iedereen krijgt een treinkaart die hier voetbalt. Dan kan ik gewoon gratis tussen Boksel en Eindhoven rijden en ook reizen bedoel ik. En dan staat daar om 8 uur een busje of een grote bus, is altijd verschillend en die brengt dan de jongens naar het trainen of naar school. Dan ben je bij PSV en dan ga je daar carrière maken, want je begint bij de E1 en dan? Het is een hele lange weg lijkt het dan nog, maar ja, achteraf is de tijd ook wel snel gegaan. Wel met veel momenten van vallen en opstaan. Het is ook niet altijd even leuk. Veel jongens van mijn leeftijd die kunnen ook vaker gaan stappen of leuke dingen doen met vrienden. En soms is dat voor mij niet bij. Maar uiteindelijk heb ik altijd wel één doel gehad om PSV 1 te gaan halen. En nu komt het steeds dichterbij. Dus nu hoop ik die laatste stap ook te zetten dat ik in ieder geval alles ervoor heb gedaan. En dan dat het ook is gelukt. Rick, trainer-coach van JRC Dux. Professional of hobby? Nee, het is allemaal liefdewerk uit papier. Hoezo? Het is hobby en ik vind het hartstikke leuk om te doen, maar professie, we kunnen er geen geld mee verdienen in Nederland, jammer genoeg. Je komt gewoon voort uit deze vereniging? Ik ben geboren en getogen in Boksel. Ik ben met mijn 5 jaar begonnen hier bij Dux. Zelf altijd gespeeld op mijn 23e, toen raakte ik geblesseerd. Ben ik op mijn 25e gaan coachen en trainen. Hoe kun je geblesseerd raken bij deze sport? Ja, het is niet tijdens deze sport gebeurd. Ik heb een rugblessure gehad, een hernia. En het is eigenlijk nooit voldoende genezen dat ik weer kan honkballen. Als je deze sport bedrijft en je bent trainer-coach, moet je bepaalde eisen aan je lichaam stellen? Eigenlijk niet echt. Het enige wat ik als trainer-coach wel belangrijk vind is conditie. Omdat je toch, het is wel een statische sport, maar je speelt wedstrijden van, we spelen nu 2 uur. Maar straks bij de senioren wordt dat 9 innings, dus 3 tot 4 uur. En dan moet je wel die tijd geconcentreerd kunnen blijven, dus conditie vind ik wel belangrijk. Nog even, wat vind je nou leuk zelf aan die sport? Alles. ik vind zelf de verdediging heel erg leuk. Aanvallend was ik zelf niet zo goed als aan slag dan. Ik kwam wel altijd op de honken, maar dat was vooral omdat ik hard kon lopen. Maar ik vind het gewoon een heel leuk sport, de combinatie en de mensen die erbij zitten en gewoon leuk. Ja. Ik zou zeggen, kom lekker honkballen. Het is altijd gezellig, het is een zomersport, dus meestal is het ook nog mooi weer. Zoals je in de beelden dadelijk kunt zien of gezien hebt, er zit er heel veel in honkbal. Er zitten heel veel regels in, het is een hele moeilijke sport. Ik doe het nu 28 jaar en ik kan er steeds dingen bij leren. Dus ik vind het gewoon echt hartstikke leuk om te doen. Maar dat niet stappen, is dat een hele opoffering toch wel? Want jouw vrienden die gaan wel. Sinds 1,5 jaar kom je ook op de leeftijd dat het wat leuker gaat worden. En toch wel meer met meisjes en zo bezig. Maar daarvoor had ik sowieso niet de behoefte eraan. Ik heb ook eigenlijk niet de behoefte om elke week op stap te gaan. Maar soms voor de ontspanning is het wel veel lekker om op zaterdagavond ergens heen te gaan. Kom je uiteindelijk, als we nu een stapje maken, kom je in de A1 van PSV terecht. Dan krijg je ook bekende spelers, maar ook bekende trainers neem ik aan. Ja, afgelopen jaar heb ik Philip Cocu als trainer gehad. Chris van der Weerde was toen de assistent. André Ooyer heeft ook vanaf het tweede seizoen zelf de groep mee begeleid. Gaat het aankomend seizoen ook doen. Dus dat zijn wel grote namen dan als trainers waarmee je dan gaat werken. Dus voor de spelersgroep ook wel motivatie om elke dag hard te werken. En, ik denk ook dat het wel goed is geweest voor ons team. We hebben vorig jaar goed gepresteerd. Ik denk ook mede daardoor dat iedereen elke dag scherp is geweest en zich van zijn beste kant wil laten zien. Maar juist die drie mensen die jij noemt, Ooyer, Van de Weerde, Cocu
maar ook Faber, dat zijn nu de hoofdtrainers bij PSV geworden. Ja. En die kennen jou dus goed. Ja, dat is denk ik wel een voordeel. Ze zijn ook wel redelijk positief over mij. Dus ja, het is alleen maar mooi eigenlijk. Ik wil denk ik ook niet automatisch zeggen dat elke speler die ze goed kennen automatisch meer kans heeft om in het eerst van PSV te komen. Ik denk dat je het toch vooral zelf moet afdwingen. Bij welke trainer dan ook zit, als je genoeg kwaliteit hebt, dan kom je denk ik toch wel, hoe dan ook. Nou, ben je ook laatst op de selectie trainingen geweest van het Nederlands elftal, onder de 19. Ja. En hoe kom je daar dan terecht? En ja, als je goed bij je club presteert, ik denk net als op tv en, ja, en andere internationale competities, dan staan er ook mensen van de voetbalbond en die willen ook voor een leeftijdsgroep het beste team samenstellen. Dus dan kiezen ze in hun ogen de beste spelers uit. Meestal worden dan 18 jongens per activiteit geselecteerd. Nou, voor deze afgelopen trainingsstage waren het 22. Maar ja, ik mag helaas niet mee naar het EK dan volgende week gaat er van start. Maar ja, het was wel een eer voor mij om bij de laatste 22 te zitten, want de onder 19 van dit jaar was nog één leeftijdscategorie hoger. En ik heb het hele jaar eigenlijk bij onder 18 gespeeld. Dus ja, dan is het al mooi als je in ieder geval wordt geselecteerd voor de voorselectie. Maar de kans is nog niet helemaal verkeken, heb ik begrepen. Nee, dat klopt. Ik sta nog wel op de stand-by-lijst. Dat betekent dat als er iemand zou afvallen, dat ik dan nog opgeroepen kan worden. Maar ja, daar ga ik niet van uit. Dus ik richt me nu vooral op de voorbereiding bij PSV. En ja, vanaf september gaat de nieuwe onder 19 weer van start. Voor de volgende kwalificatie voor het EK van 2014. Dus ja, als ik gewoon goed blijf presteren, dan heb ik denk ik wel een goede kans om daar in ieder geval bij aanwezig te zijn. Even over jouw voetbalkwaliteiten. Je bent linksback. Ja, klopt. En daar heeft PSV heel veel behoefte aan, heb ik wel eens gelezen. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ze hebben nu natuurlijk Jetro Willems, die er staat. Erik Pieters is al verkocht. Nou hebben ze wel Karim Rekik gehuurd van Manchester City. Die is vooral centrale verdediger, maar zou ook eventueel linksback kunnen spelen. Het zijn toch wel twee hele grote talenten. Die zijn denk ik net iets verder als mij. En hebben ook al iets meer ervaring op hoog niveau. Willems dan met EK van 2012. Het is toch wel knap dat hij daar zich staande heeft gehouden. En, ja, hij krijgt wel veel kritiek, maar op zijn leeftijd is het zeker niet makkelijk. Dus ja, ik heb wel respect voor hem. En ja, verder bij het tweede zijn er nog een aantal jongens die zijn één of twee jaar ouder als mij. Maar ja, die hebben zichzelf ook nog niet bewezen, dus ik zie genoeg kansen. Mijn kwaliteiten zijn vooral dat ik snel ben. Als linksback kan ik goed mijn tegenstander uitschakelen. Ik heb daarnaast ook wel een natuurlijke drang naar voren, omdat ik vroeger ook altijd voorin heb gespeeld. Dus ja, dat ligt mij ook wel. Ik kan niet zeg maar stilstaan. Ik ben altijd in beweging. En ik werk altijd 100%. Ja, dat klinkt makkelijker als het is. Want je gaat ervan uit dat iedereen doet denk ik zijn best. Maar ja, vaak is alleen je best doen op dat niveau niet goed genoeg. Je moet er echt alles voor over hebben en dat heb ik wel. En nu in juli 2013 een contract. Ja. Een contract? Vertel eens. Ja, heb ik wel lang en hard voor gewerkt. Ja, dus eigenlijk voor elke jeugdspeler is dat ook een apart doel. Ja, het is toch een stukje waardering van de club dat ze je ontwikkeling goed vinden. En je krijgt ook als jongen van mijn leeftijd heb je ook een stukje zekerheid. Je krijgt voortaan salaris. Zo, dus je bent prof nu? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Vaak wordt er dan wel gezegd dat je prof bent als je vol betaald krijgt. Maar ik zie mezelf pas als prof als ik echt minuten ga maken in het eerst van PSV. Of eventueel later bij een andere club, maar dat is nog ver weg. Maar je moet er nu veel voor over hebben, denk ik. Ja, zeker. Nou, in de voorbereiding ook trainen we met Jong PSV 7 keer.
Op maandag trainen we. Op dinsdag 2 keer. Op woensdag trainen we. Op donderdag 2 keer. En op vrijdag ook. En zaterdag bijna altijd een wedstrijd. En dan is zondag de enige dag vrij. En gedurende het seizoen is meestal alleen de woensdag en de zondag vrij. Dus ja, dat zijn altijd wel zware weken. Maar ja, daar tegenover staan dan ook veel mooie momenten. Je kan veel lachen met de jongens op de club. Het is altijd wel gezellig. Er moet ook wel hard gewerkt worden tijdens het trainen. Maar na afloop van het trainen, ja, als je een wedstrijd wint, geeft het toch een erg goed gevoel. Dus dan kijk je ook wel tevreden terug op de tijd die is geweest. Yannick, speler bij JRC Dux, ja. Honkbal. Ja, zeker. Hoe lang al? Nou, ik honkbal, dit is mijn 6e seizoen als ik me niet vergis. Ja, ja, 6 seizoenen honkbal ik al bij Dux. Hoe oud ben je dan nu? Hoe oud? Ik ben nu 20, dus ik ben, met mijn 14e ben ik erbij gekomen. Toen speelden we nog aspiranten. Nu zijn we inmiddels junioren, dus ja, ik zit er al een tijdje bij. En waarom ging je honkballen? Nou, ja, dat is wel een heel kort verhaal eigenlijk. Ja, mijn broer en ik, we hadden een honkbalknuppel thuis en we sloegen wel eens met een tennisbal een balletje in de speeltuin. En toen hoorde ik dat er hier een honkbalvereniging zat in Boksel. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik een keer kijken. En toen is het me goed bevallen en ik zit er nog steeds bij, dus ja. En in welk team speel je nou? Speel je hoog of? Ja, gemiddeld. We spelen junioren tweede klasse. Ja, je hebt derde klasse, tweede klasse, eerste klasse, overgangsklasse en hoofdklasse. Maar wij spelen dus tweede klasse, dus van op amateurniveau is dat gewoon ja, gemiddeld. En waar speel je dan allemaal? Hier in Brabant alleen? Nee, niet alleen in Brabant. We, over het algemeen wel. We spelen bij PSV in Eindhoven, we spelen bij Nune. Ook in Heerlen, bij Parkstad spelen we. Dus dat is wel wat langer rijden. En ja, Moergestel, een beetje... Ja, wel in de buurt, alleen dan een uitschietertje in Limburg. Dus. Moet je veel trainen voor deze sport? Moet niet, is wel verstandig. Want honkbal draait allemaal om ervaring. En ja, hoe meer ervaring je opdoet, dus hoe meer je komt trainen, hoe meer ervaring je opdoet. En wij trainen zelf 2 keer in de week. Ja, ik zou wel meer willen trainen, maar ja, dat gaat natuurlijk niet met andere dingen die je erbij hebt. Maar ja, het is wel een aanrader in ieder geval. Nou, zeg eens tegen jouw leeftijdgenoten dat ze moeten gaan honkballen en niet gaan voetballen. En waarom? Dat dat nou echt zo leuk is. Nou ja, voetbal dat is heel standaard en ja, iedereen doet het. Het komt allemaal op tv. Ja, een beetje, ik vind het een beetje een watjesport, want ze liggen altijd op het veld een beetje te huilen. En honkbal, daar speel je gewoon hard. En we duiken, we gaan er altijd voor en geen gejank, om het maar zo te zeggen. Dus honkbal is een echte mannensport en voetbal is een beetje meer voor, ja... De wat vrouwelijkere mannen, laat ik het zo zeggen. Ja, maar jullie hebben ook vrouwenleden. Ja, dat klopt, maar dat is softbal. Dat is weer een hele andere tak van sport. Dat is anders. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou zijn er vooral Engelse clubs die veel belangstelling hebben voor jongelui in Nederland die goed voetballen. Ja. Is dat bij jou ook gebeurd? Niet concreet. Ik heb wel een keer een gesprek gehad met een vader van iemand die al op jonge leeftijd naar Engeland is vertrokken. En hij heeft mij wel verteld hoe dat dan in zijn werk gaat en hoe het dan met die jongen ging en zo. Maar het zijn ook al, je kan zeggen dat het misschien niet slim is om op jonge leeftijd daar al heen te gaan. Maar ja, je doet ook wel een stukje levenservaring op en als je bij zo'n grote club mag voetballen, dan is dat ook wel wel mooi. Maar zelf zijn er in ieder geval bij mij geen Engelse clubs aan de deur geweest om te informeren of ik daar interesse in had. Maar alleen van de verhalen weet ik een beetje hoe het is. Maar ik denk ook dat in mijn geval niet goed zou zijn, want ja, ik zit goed bij PSV. Ik hou ervan om in een goede leefomgeving zeg maar, me thuis te voelen. Nou ja, die heb ik nou, dus ja, waarom zou ik als ik goed zit vertrekken? Waar ga je nu spelen komend seizoen? Dus seizoen 2013-2014? In principe ga ik in de A1 spelen. Ik mag ook nog een jaar in A spelen natuurlijk. Of
vanwege mijn leeftijd. In de voorbereiding naar de training kwam met de tweede mee. Het is toch wel ja, mooi om, dat je dan ook met iets oudere jongens traint. Het niveau is net iets hoger. En nou, over twee weken staat de Old Cup op het programma. Ja, het weekend van 3 augustus dan. En, dat is sowieso met de A1 en dan ga ik me daar vanaf nu ook op voorbereiden. En ik denk dat ik daarna ook nog een tijdje bij de A1 blijf. In ieder geval het begin van de competitie. En ja, dat probeer ik mezelf zo goed mogelijk te laten zien. En hoop ik net zo goed te presteren als afgelopen seizoen. En dan ja, zien we het wel. Ik hoop ook minuten te gaan maken in de Jupiler League. Dat is natuurlijk ja, betaald voetbal. En ik krijg betere tegenstanders tegen. En ja, het is weer een stap naar het eerste van PSV. Als je je daar ja, goed laat zien, dan val je ook eerder op bij, bij de mensen die bij het eerste betrokken zijn. Dus ik denk dat het alleen maar goed is dat het tweede nou ook in de Jupiler League gaat spelen. Is er nou ook een kans, als er dadelijk blessures vallen in het eerste van PSV, dat zo'n jonge trainer, die ook jonge mensen wil laten optreden volgend jaar, zegt hij, dat hij jou alsnog oproept? Is die kans aanwezig? Ik weet niet hoe groot die kans is, maar ja, die kans is er altijd. Ja, het is natuurlijk niet aan mij om te bepalen of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Maar het zou in ieder geval wel een droom van mij zijn om daar te staan. Ja, daar werk ik toch eigenlijk al heel mijn leven voor. Daar blijf ik ook hard voor werken. Dus ja, ik hoop dat het in ieder geval volgend seizoen een keer zover komt. Maar in de Jupiler League, als je daar nu zou beginnen, dan doe je natuurlijk veel meer ervaring op. Want dan wordt vrij hard gespeeld. Flink stevig voetbal. Ja, klopt. Daarom denk ik ook dat het wel goed zou zijn als ik daar in ieder geval ja, een aantal wedstrijden in het jaar wil gaan spelen. En in ieder geval mee blijft trainen. Maar ja, dat ligt ook vooral aan mezelf, hoe ik mezelf dit jaar ga laten zien. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Jouw droomtoekomst nu? Mijn droomtoekomst nu is om de aankomende 3 jaar bij PSV natuurlijk door te gaan breken. Dit jaar hoop ik zowel met A1 kampioen te gaan worden als minuten te maken bij de tweede elftal in de Jupiler League. En alvast een paar keer mee te trainen met de eerste. Ja, ik heb mezelf een doel gesteld om binnen 1,5-2 jaar echt in het eerste te staan. Om dan in ieder geval gedebuteerd te zijn en ja, vast bij de selectie te gaan zitten. En, ja, mijn droom op langere termijn is gewoon om zo lang mogelijk bij PSV te voetballen in het eerste. Ik hou ervan om ergens lang te zitten. Dus ja, ik ga niet. Ik heb nou makkelijk praten, maar mijn doel is wel om zo lang mogelijk, ik denk in ieder geval wel 7-8 jaar bij PSV te spelen. En mijn ultieme droom zou zijn om daarna bij Real Madrid te gaan voetballen. Dat is mijn favoriete club. En ja, is in mijn ogen de grootste club ter wereld. Dus. Zo, dat is nogal een doel. Ja. Maar het is natuurlijk gezond om zo'n doel te hebben. Ja, het is nou niet reëel, maar ja, het is denk ik nooit verkeerd om, om een doel te hebben. Dus. Oké, mogen wij jou dan heel, heel veel succes wensen. Nog gefeliciteerd met je profcontract. Want dankjewel. Ik begrijp nu dat het een profcontract is. En heel veel succes. En nou, dan zien wij jou wel op televisie bij Real Madrid terug, hè? Dat hoop ik wel. Bedankt. Dankjewel.